Dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk, want we hebben heel veel goede Vlaamse auteurs. Maar als ik toch iemand moet uitkiezen, dan kies ik voor Christine Hemrecht. Mijn favoriet boek, dat is ook zoiets waar ik altijd heel lang moet over nadenken. Ik vind Gloed van Sander Marai, is een van mijn lievelingsboeken. De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch heb ik ook heel graag gelezen en al een aantal keren opnieuw gelezen. Deze zomer had ik eigenlijk de boeken mee van Stieg Larsson. Ik had ze alle drie mee, dus het was een heel volume in mijn koffer. Ik vind het heel belangrijk dat jonge auteurs de kans krijgen om langzaam te groeien. En daarom wil ik trajectbeurzen opzetten. Nu hebben we al projectbeurzen die maar voor 1 jaar lopen. Maar ik vind dat tekort, moet langer zijn. 3, 4 jaar kunnen doorwerken als auteur. En natuurlijk ook aandacht voor de sociale zekerheid, het sociaal statuut van de auteur. Zorgen dat ze weten wat er allemaal bestaat aan sociale bescherming. Ik heb het boek meegebracht van Anne Frank, het Achterhuis. Ik heb dat zelf heel graag gelezen en ik vind het eigenlijk ook een boek die jongeren kan overtuigen dat nooit meer oorlog, hè, dat er vrede moet blijven. Een meisje van 11, 12 jaar die echt in een gevangenschap leeft. Dit jaar zou ze 80 geworden zijn, dus had er geen oorlog geweest, dan was misschien Anne Frank er nog. Misschien een klein stukje hieruit. Onze schuilplaats is nu pas een echte schuilplaats geworden. Meneer Kugler vond het namelijk beter om voor onze toegangsdeur een kast te plaatsen, omdat er veel huiszoekingen voor verstopte fietsen gehouden worden. Maar dan natuurlijk een kast die draaibaar is en die dan als een deur opengaat. Meneer Voskuil heeft het geval getimmerd.